vertelt echt heel snel. Oké, kom op. Nou, we verzamelen zometeen allemaal de koning. En ik dacht ineens, wat is Sjors haar lievelingsdrankje? Nou, volgens mij hebben ze alles in de koning, dus. Ja, maar ik zat ook te denken, wat is dan haar lievelingshapje? Dat is echt het enige wat ik nog hoef te weten. Sjors is niet zo moeilijk, dus met een bitterbal maak je haar al heel blij. Nou, dankjewel. En zou je me nu alsjeblieft op mijn mobiel willen bellen? Lana, sorry, die moet ik echt even nemen. Ga jij nog maar verder met je tas inpakken? Je mobiel vinden we echt wel. Hey. Wow, rustig. Ja, de stripper is ziek en ze hebben geen vervanging. Ja, ik kom zo naar de koning. Mijn moeder heeft toch een of ander voorgesprek met een dominee. Super suf allemaal. Ja, ik zie ze. Ja, weet je, we hebben wat meer ruimte, dus dat lijkt me wel... Mam, ik ga er vandoor. Ik heb geen zin in zo'n oude sok. Jij moet Lana zijn. Ik heb veel over je gehoord. Ik ben die oude sok. Wat mij betreft kunnen we zo gaan. Waar is Ping? Ping? Liefje? Lief? Hey, wij gaan zo. Heb jij je telefoon al gevonden? Nee. Hè? Nog steeds niet en ik snap er niks van. Waarom wil je die pas eigenlijk überhaupt gebruiken? Ik bedoel, je kan super makkelijk alles achteraf met elkaar verrekenen. Ja. Een betaalverzoekje. En alles moet je de hele tijd met die pas klaarstaan in Lapland. Tenzij de andere je pincode wil gaan geven, maar dat lijkt me niet heel erg verstandig. Nee, dat lijkt me ook niet. Precies. Joe had helemaal gelijk. Dus achteraf allemaal prima te regelen met zo'n betaalverzoekje. Oké. Okay. Hey, we hebben trouwens echt een gigaprobleem. Want Lana had een verrassing voor Sjors geregeld, maar die is dus nu gecanceld. Nou, daar hebben we een heel hoop te doen. Ja. Nou, Ping! Kijk nou. Hij lag gewoon al die tijd hier. Meen je niet? Jee. Dankjewel. Sorry. Ik kon dit ook niet weten. Meestal zijn jullie oud en grijs en zo. Je hebt niet zoveel met het geloof, hè? Nee. Ik hou al van direct. Het is allemaal minder stoffig dan je denkt, hoor. Dat is heel erg cool. Jij bent best oké. Jij ook. Nina. Hey, ja, sorry dat ik je zo laat nog stoor. Maar ik wil nog wat aanpassingen doen aan je jurk. Aan mijn bruidsjurk? Maar die is toch goed zo? Ja, ik heb zo afgesproken met een klant in de koning. Dus misschien dat je daar naartoe kan komen? Nou, ik heb eigenlijk nu een voorgesprek met de dominee. Ja, daar wil ik op zich echt wel even de tijd voor. Je jurk is hartstikke belangrijk. Dit gesprek kan ook later, hoor. Oh, oké. Nina, het is goed. Ik zie je over een uurtje. Ja? Tot zo.